Vandaag een kijk op de Rivierenwijk. Vernieuwingen voor de Delta schoollocatie. Vorige week hebben we er ook aandacht aan besteed. De Delta schoollocatie wordt vernieuwd. Op de plek waar nu nog een school staat, komt nieuwbouw. Architecten uit Amsterdam gaan die nieuwbouw vormgeven. Om erachter te komen wat de wensen van de Rivierenwijkers zijn, hebben de architecten vanaf vorige week donderdag tot zaterdagmiddag op het Deltaplein gezeten. Ze zaten daar van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. Iedereen kon langskomen om hun idee voor de Delta schoollocatie te laten horen. Wij hebben heel veel ideeën en daarom staan we hier, omdat wij juist met mensen willen praten over hun reacties daarop, wat zij graag willen, hoe zij het zien, of het nou gaat om parkeren of groen of de type woningen. We hadden absoluut geen doelstelling, geen verwachtingen juist. We wilden met een hele onbevangen open blik hier staan, echt als een camping, gewoon gezellig, leuk. Zorgen dat mensen met je komen praten op een hele vanzelfsprekende manier. Dat is heel erg goed gelukt. Dat valt me heel erg mee. Ten aanzien van bijvoorbeeld een buurtavond, daar moet je echt moeite voor doen om de deur uit te gaan, om naar die buurtavond te gaan. En nu spreek je mensen die gewoon, terwijl ze boodschappen zijn. En dat is gewoon heel goed bevallen. Dat werkt. Het initiatief van de architecten werd over het algemeen goed ontvangen. De bezoekers zouden graag vaker van dit soort initiatieven zien. Ik denk dat je daar meer de mensen mee samen krijgt. Volgens mij is het nu echt heel veel van uit elkaar. Mensen weinig contact hier misschien met elkaar. En op die manier leeft het wel meer. Je krijgt wel meer het idee van wat willen de mensen nou echt zelf. En wat denk je wat voor de mensen goed werkt. Wij zijn ook wat dat betreft niet een organisatie. Wij zijn gewoon een architectenbureau die gevraagd is om een plan te maken. Dit is ons initiatief. Wij staan hier niet namens Rentree. Wij staan hier niet namens de gemeente. Wij staan hier omdat wij het belangrijk vinden om mensen te spreken. En aan te horen wat hun reacties zijn op onze ideeën. En wij hopen dus heel veel informatie mee terug te nemen naar ons kantoor, want we kunnen natuurlijk plannen gaan zitten maken op kantoor, maar dit is zo belangrijk om met mensen te spreken voor wie je het doet. En dus wij zijn niet de zoveelste initiatief, dit is ons ding. Nou, ik vind het heel belangrijk dat er nieuwe initiatieven zijn en ook dat er mee omgegaan wordt en dat er ook vervolg is, want er is vaak een actie en als de actie dan afgelopen is, dan keert iedereen de zaak terug toe en gaat op zoek naar de volgende actie. En eigenlijk vind ik dat je na een jaar een evaluatie moet doen en dat je ook na die evaluatie moet proberen om vervolgdingen tot stand te krijgen. Dus dat je bewoners die in de nieuwbouw wonen ook betrekt bij de wijk, maar dat je ook de oude wijk betrekt bij het nieuwe. Ik kan wel vooruit gaan met steun ook van mensen eigenlijk. Ze moeten een goede positieve energie geven. Niet zeggen van het wordt toch niks. Ik vind samenwerken is belangrijk. Je moet niet ene kant altijd de schuld geven. Mensen moeten zelf ook wat meer interesse hebben. Veel mensen hadden hun eigen visie over wat er met de Delta schoollocatie moet gebeuren. Als er nieuwe winkeltjes bij komen, ik weet niet of dat zo is, dan hoop ik eigenlijk dat het kleinschalig wordt. Want al dat grote dingen zoals bij de Boreel, nou, dat is wel genoeg voor de hele stad. Dat kleinschalig vind ik veel belangrijker. Mensen moeten met elkaar in contact kunnen komen. En dat is gewoon het belangrijkste. Als je op Groene Dorp van Overijssel gaat kijken, dan zie je ook een dorp waar mensen onderling gewoon met z'n allen bezig zijn om plantsoenen te onderhouden. Nou, dat vind ik heel belangrijk, dat de mensen met elkaar in contact komen. Want dat maakt het wonen leuk in de wijk. Wat je op de maquette natuurlijk ook al ziet dat er heel veel aan groen wordt gedacht. Auto's weg, want het is natuurlijk heel veel hoge gebouwen hier, veel auto's. En er komt alsmaar meer groen, zoals op de maquette staat. Meer groen en meer speelplekken. Dus dat is goed natuurlijk. Er is bijvoorbeeld heel concreet gesproken over geen keukens aan de straat, maar liever aan de achtertuin. Er is gesproken over de aantal slaapkamers die ze graag willen.
Wij hebben bijvoorbeeld, een van onze ideeën is om de achtertuinen op te tillen en daaronder de auto's te parkeren. Dat betekent dat er heel veel auto's uit het straatbeeld verdwijnen, waardoor er heel veel openbare ruimte, gewoon hoogkwaliteit openbare ruimte ontstaat. En daar is heel enthousiast op gereageerd. Het gevolg daarvan wel is dat je woningen krijgt die een beetje split level zijn. Dus je woont en aan de straat en aan je verhoogde achtertuin, of eigenlijk wordt het dan een groot terras. En dat is best wel vernieuwend natuurlijk voor een wijk waarin je alleen maar flats en rijtjeswoningen hebt. Dus dat was voor ons echt polsen, toetsen, wat vinden mensen daarvan? En daar zijn de reacties heel positief over. Liever die auto's aan de kant dan het idee dat ze niet op de begane grond wonen. Dat vinden ze helemaal niet erg. En dat is voor ons heel belangrijk geweest. En wanneer is het plan echt geslaagd voor jullie? Ik denk, wij moeten eind van het jaar ligt er dan een schetsplan, een concreet ontwerp. Die gaan we dan natuurlijk presenteren. En ik denk dat het pas echt geslaagd is op het moment dat mensen er vierkant achter staan.